De titel van transporteur van het jaar beloont vaak de weg die werd afgelegd naar een topresultaat. Steeds vaker is ook een toekomstvisie nodig om de titel in de wacht te slepen. Bij VPD zijn beide criteria perfect verenigd. En daar speelt Drivolution een belangrijke rol in. Alles is gestart met de klassieke code 95 opleidingen. Van daaruit zijn we doorgegroeid naar een begeleidingstraject voor de chauffeurs, individueel. We hebben hier al opleidingen georganiseerd en vandaag spreken we heus van een partnership. We zijn klaar om samen met VPD de elektrificatie van de voertuigen uit te rollen en daar ook aangepaste opleidingen en coaching voor te voorzien. VPD is een primus in zijn vak als het gaat om veiligheid en de mobiliteit van de toekomst. Sinds de actieve samenwerking met Drivolution startte, daalde het brandstofverbruik met 4% en wordt er jaarlijks 37% minder schade gereden. Een getal dat VPD de komende jaren nog verder wil reduceren. Dat gebeurt via dashboard dat zij bijhouden en ons doorsturen. En in dat dashboard kunnen wij eigenlijk gaan opvolgen waar dat we staan tegenover de targets die we gezet hebben. En we kunnen die opvolging doen per chauffeur. Dus dat stelt ons in staat om dan daarna chauffeurs individueel te coachen. We merken dat we een laag verloop hebben bij onze chauffeurs. En dat heeft te maken met het feit dat chauffeurs zich betrokken voelen en vooral gehoord voelen. En daar dragen die sessies van Drivolution zeker en vast toe bij. Maar de chauffeur heeft op dat moment eigenlijk ook de mogelijkheid om feedback terug te geven naar VPD en ook vragen te stellen. En dat zorgt voor een betere verstandhouding tussen chauffeur en planning. Een totaalaanpak voor een duurzame verbetering van rijgedrag, volledig op maat van VPD dus.